Graag wil ik met jullie de nieuwe plankton bespreken. Dit is de vervanger voor de Supercrill Liquid. Dus eigenlijk is het een krill 2.0. We hebben hier lang naar gezocht, veel testen mee gedaan. Uiteindelijk zijn we op dit product uitgekomen. Het is een duurzaam ecologisch hydrosilaat van een kalanensoort. 33% eiwit, erg goed verteerbaar en tevens is de liquid ook kookvast. Dus hij is te gebruiken in je bolly mixen. De aanbevolen hoeveelheid is 10 ml per kilo. Echter is dit product gewoon onmogelijk om over te doseren. Dus wil je wat meer over je aas heen gieten, is het echt gewoon mogelijk. Nog een groot voordeel van de Plankton Liquid is dat hij een stuk vloeibaarder is dan zijn voorganger, de krill. Dit betekent dat hij nog sneller in het aas zal trekken en waardoor hij zeker PVA-vriendelijk is. En niet te vergeten, het is een super attractieve liquid. Ik zou zeggen, probeer hem zeker een keer uit. Zo, goedemiddag jongens. Ochtend zelfs. Zoals jullie weten ben ik al een tijdje met de nieuwe liquid aan de gang van Dreambase, in dit geval de Plankton. Wat er gebeurt is echt bizar. In een aantal dagen heb ik een serie vissen gevangen die zich gewoon niet vaak laten zien. Vannacht heb ik twee vissen kunnen vangen en ik ben net deze aan het fotograferen en er loopt er nog een andere af. Echt ongekend gewoon. Dus ik heb ze echt vol op het aas zitten. Maar ja, toen deze boven kwam was ik natuurlijk uiteraard echt ontzettend blij. Echt absoluut een van de topscups van het water. Ik ga hem jullie even laten zien. En ja, ik zou zeggen, laat het niet om de liquid plankton te bestellen. Hij is in combinatie met stickmix, bollies, etc. goed te gebruiken. Overdoseren is gewoon onmogelijk. Ik zou zeggen, doe je voordeel ermee. Want deze liquid is echt ongekend. Oh, ik heb weer een beetje, jongens. Ik moet deze terugleggen. Oh.